Yo mensen, Jarask hier! En welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van natuurlijk de Dying Light Let's Play hier op mijn kanaal Jarask Plays. We hebben geen wapens meer op dit moment, want ik heb die allemaal in Bemme mod gegooid, die hier ook naast me staat. Die staat in die hangar. En we moeten er even voor zorgen dat Bemme natuurlijk doodgaat. Dus als je deze serie nog leuk vindt mensen, ram natuurlijk zoals kaart op lijken op de El Minorm. We zijn met onze crossbow aan het schieten omdat ik geen geluid wil maken. En we zijn level up, nice. Dus als je deze serie leuk vindt, dan natuurlijk zo'n kaartje blijven op. We gaan natuurlijk weer verder waar we gebleven waren, zoals altijd. Dus ik hoop dat het goed gaat. Ik hoop dat deze keer goed gaat. We moeten niet doodgaan natuurlijk. Dat is niet de bedoeling. Maar dat moet op zich wel lukken. Oh, wacht, ik kan hem sowieso raken, Ben. Want ik heb nog explosive darts. Zal ik die een keertje gebruiken? Kijken of dat effect op mij heeft. Ik denk er nu opeens aan. Ik heb nog explosive darts. Ik kom mijn dartjes traag terug, want het zit allemaal in je hoofd namelijk. Pak mijn dartjes terug, mijn volts terug. Ja, drie. Ik heb al 3 keer moeten raken, jongen. Toen was hij eindelijk dood. Bij jou zit hij recht in je voorhoofd. Ik heb nog heel veel. Ik heb er zoveel vermoord, jongen. Dat is niet normaal. Kijk dan. Deze heb ik allemaal doodgeschoten. En al mijn pakketjes liggen hier nog. Maar we kunnen even kijken. Ik heb nou ook nog explosive bolts, impact bolts, toxic bolts. Zullen we een keertje impact bolts gebruiken? Even kijken of dit op hem werkt. Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat op hem werkt. Blijkbaar niet. Nog één keer proberen. Het werkt niet op hem, man. Dat kan niet tegen. Fucking hell, die vent sterk. Vent is echt mega sterk. Dan moeten we even kijken of we iets kunnen vinden. Ik heb iets van granaten of zo nog. Daar kan ik er makkelijk mee uitschakelen, namelijk. Iets van granaten, jongens. Daar kan ik er mee uitschakelen. Hier nog wat bolts. Ik denk dat hier binnenin sowieso wel wat, wat moet liggen, jongens. Ah, fuck my life. Fuck off. Ik moet de wapens terughalen. Ik zweer het je, ik moet de wapens terughalen. Ik moet even naar buiten. Ik moet de wapens even terughalen. Ik raak die vet achter haar. Sorry hoor, mevrouw. Oké, Bemme is bijna dood, hoor. Hey, zombie. Kut. Oké, Bemme is sowieso bijna dood. Dus even kijken, hoor. Ik weet niet of hij helemaal hier naartoe kan. Mijn wapens liggen er allemaal op de grond bij hem. Want ik heb ze allemaal... Ja, nou, ze liggen niet op de grond. Ze zitten in hem, letterlijk. Er zit maar één ingang in. We moeten zorgen dat hij zichzelf killt. En de enige manier om dat te doen is als hij zichzelf probeert op te blazen. Want hij heeft zo'n groot armor dat ik hem gewoon niet kan vermoorden. Wat ik ook in hem gooi, wat ik ook doe, dat heeft allemaal geen effect. Behalve granaten en al die troepen hebben effect. Moet ik even... Auw, hij slaat me meteen neer. Jongen. Ik ben niet eens binnen en dan slaat me neer. Ze moeten hem zichzelf laten opblazen. Kijken of hier iets in zit. Ik denk dat dat de enige manier is. Kut. Hij staat aan de andere kant van de kamer nog, dus... Ik hoop dat hier iets in zit om hem te vermoorden, als ik eerlijk ben. Ik weet het niet, hoor. Turbo part, lubricants... Kan ik een bommetje maken, misschien? Kan ik een bommetje maken? Molotovs maken, maar ik denk dat vuur niet op hem werkt. Exploding. Throwing darts. Ik kan granaten maken, daar kan ik er 5 van maken. Maar ik maak er in 1 keer 3 als ik er 1 maak. Ik denk dat ik met 9 granaten wel moet lukken. We kunnen hem denk ik al... Ik raak hem alleen maar met explosieven. Mijn mesjes en alles hebben geen effect. Dus ik ga het hiermee proberen. Oké, dus tot nu toe alles wat ik even maak.
Ik heb het zo aanstaan. Dus je gooi je gewoon op zijn bakjes en dan ben ik benieuwd. Werkt zo één zo'n granaat op je? Ja. Nog één, jongen. Hij gaat rennen. Hij is neer. Ik heb hem, boys. Hij is down. Het heeft ons wel voor, wat tijd gekost. Ja, vriend. Moet je nou serieus nog even zo irritant doen? Kappen nou. Dat is het enige wat ik vraag. Oké. Hij is dood. Allemaal wapens liggen hier bij hem. Serieus, het is zelf ook nog wat leuks. Oh, hij heeft een reward. Waar heb je allemaal wapens gedaan, vriend? Oh my god, waar zijn allemaal wapens? Heb ik nou mijn eigen wapens opgeblazen door die granaten? Wat heb ik echt... Oh, kut. Toen waren mijn fucking wapens weg. Mijn wapens zijn dus blijkbaar weg, omdat ik ze... Fuck! Ja, dat is kut. Dan moet ik nu wapens gaan halen. Ik ben blijkbaar allemaal wapens dus kwijt. Fucking hell. Dat is echt scheid. Dat is echt scheid. Ze liggen hier echt niet, hè? Of wel? Hij is nu ook verdwenen, die vent. Ze liggen hier echt niet meer. Fuck, man. Ik moet ook letten op mijn ammo nu, want ik ben ook bijna out of ammo. Let op mijn ammo, dan schiet de helft mis. Dat is GG, Jan. Ik neem nog dit mee en dan ben ik hier weg. Ik moet hier nu weg. Ik moet wapens gaan halen, want we hebben nu alleen nog dit. Oké, stak mijn auto in en zijn we weer weg. Er zijn heel veel zombies. Fuck it, we gaan er langs. Kijk, dus ik moet hier weg. Ah, fuck, daar raak ik mezelf mee. Niet doen! Kappen! Kappen. Oh! Alright. Dan moet ik heel snel kijken. Holy fucking shit. Ik ben gewoon al mijn shit kwijt. Fuck. Kan ik hier shit kopen? De enige plek waar ik iets kan kopen is als ik helemaal terug hier naartoe rijd. Dus ik wil eigenlijk eventjes eerst hier langs. En dan hebben we geluk nodig. Dus dan moet ik naar links. Ja, we gaan het gewoon doen, jongens. Dan gaan we zonder wapens door de map. Auw, heen. Ik had al mijn wapens in hem gegooid. Maar die zijn dus nu allemaal weg. Want ik dacht, dan gaat zijn armen van kapot als ik mijn wapens in hem gooi. Maar dat was blijkbaar, ja, achteraf is niet zo. Die zo handig was. Zo, ik moest hier naartoe. Zo, dan zijn we in ieder geval hier. Ja, plot nog even, joh, dildo. Ik kwam er nog meer zombies achter me aan. Alsof ik er al niet genoeg heb gehad, man. Au. Rot op.
heb geen fucking wapens meer, jongens. Fuck off, boys. Zo. Woe. De knetter, hé. Dit is even veilig hier, oh. Het is even veilig hier, oh. Ik ga even wat wapens uit mijn tasjes halen. Ik weet namelijk of ik nog wapens heb. Hallo, vriend. Ik hoor bij je, jongen. Yo. You did it. You really did it. I can't even express how grateful I am. How grateful we are. We are. Alsjeblieft, jongen. We don't really have anything to give you, but at least treat this home as your own from now on. This house is your house too now. Well, a safe place to rest can be a real lifesaver. Thanks. Dankjewel, man. Even denken hoor, dan ga ik naar boven, dat is aan mijn tas. Wil je nog wat zeggen? We're safe and alive. And it's all thanks to you. You're doing more. Airdrop stolen, aww. Ik moet even kijken, want in mijn tas zitten sowieso wapens namelijk. Even kijken hoor. Ja, dan gaan we dit er maar uithalen, jongens. We hebben het nodig nu ook. We hebben het nodig nu ook. Ik gooi even alles wat ik niet nodig heb erin. Ja. Haal ik jou eruit. Jou eruit. Jou eruit. Zo. Oké, dan ga ik heel veel snel kijken. Wat is dit? Oh, dit is een bounty. Oh, lol. Dit zijn bounties. Dat ga ik niet doen. Dan ga ik heel veel mijn wapens nu upgraden. Want we hebben helemaal niks meer nu. Oké, ik ga jou upgraden, jongen. Want ik heb je nodig. King. Gooi de king op. Hoppa. Gooi de knight op. Hoppa. En gooi er nog wat damage op. Hoppa. Overpowered. Nee, wacht. Kan ik deze niet upgraden? Oké, we kunnen alles erop gooien wat we willen. Maakt niet uit. Zo. Oké, hier wacht ik nog even mee. We gooien er wel even wat shit op. Zo. Dat is één sterk wapen. Twee sterke wapens maken. Zo. Alright. Toen hadden we weer sterke wapens. Wauw. Alright, ik heb nu wel ammo nodig voor mijn pistools, maar we hebben in ieder geval weer iets, dan kunnen we hier weg. Dan kan ik mijn auto pakken en dan gaan we hier weg. Oké, ik heb weer wapens, de ballen jongens. Zoals je zelf ook wel ziet. De ballen jongens. Zo. Er stonden wat enemies om me heen, jongens. Nou, ik kom er weer aan hoor, boys. Er stonden wat enemies om me heen. Zo, die knetteren. Oké, ik kom er weer aan, boys. Ik kom er weer aan. Holy shit, er stonden er heel veel enemies om me heen. Gek. Oh, kak. Daar gaat mijn auto. Shit. Ah, geen per ongeluk, by the way. Er stonden
freaking veel enemies om die om dat vliegtuig heen, jongen. Dus ik dacht, weet je, we gaan ze gewoon overrijden. We hadden even geen zin om moeilijk te doen namelijk. En het ging goed, dus ik vind het perfect. Oh, sorry. Ik vind het perfect. Ik kan hier weer het water over. Naar de andere kant toe. Kom maar weer, jongen. En dan zijn we er als het goed is weer bij. Kijk, even zo rijden. Waar de fuck ben ik helemaal, joh? Zijn we als het goed is beide weer bij die brothers. En dan kunnen we weer verder. Zo, die knetter, jongen. Ik moet daar mijn nitro voor gebruiken, want dan knal je er zo in één keer doorheen. Woe! Oké, hier zo meteen weer naar rechts en dan zijn we er. Dat is bij, naar de vrachtwagen, dit paardje. En dan zijn we er weer, alright. En we zijn nu eindelijk klaar met de fucking, trein of wat? Zie je, ze gebruiken dat karretje de hele tijd, zie je dat? Holy shit, wat zijn ze allemaal aan het maken, joh, die gekke koekwouzen. Nee, de trein die gaat zo meteen vliegen, yo! This is what you needed, right? Thanks! And now prepare your feeble little mind, Crane. You are about to learn of our plan. And your brain is going to explode. All right, get on with it. Get ready. To be amazed. We made a rocket wagon. A loco rocket. A turbo train. A jet rail vehicle. We have 3 seats. We'll break through the barricade in the tunnel. To the other side. And you will be there with us. You're going to use a train as a battering ram. With you inside, really? Our plan is flawless. Come on, Fatine. I told you his limited intellect couldn't embrace this idea. Of course, what could possibly go wrong? Then look on our works, ye monkey, and despair. Because you won't get another chance. That's correct. You won't. Yeah, I know I won't, because there's no way you'll survive. You man of weak faith. And weak mind. Here, take this hacking tool. We'll no longer have use for it. Maybe you'll find some of the chests we threw out of the airplane before the crash. With your tracking device and this thing, even you can crack them open. Inside, you'll find a true display of our genius and brilliance. If you can understand it. Which is in question. Farewell, Crane. And remember, if it starts to rain, go indoors. Nee, je meent het. Natuurlijk ga ik dan naar binnen, joh, Mongol. Waar ga je nou serieus? Au. Ready, Tolga? Ja, doe dan. Oh, daar gaan ze, Ignition. Shit. Fatine. Tolga. Come in, you guys okay? Hey. Jesus. Well, rest in peace, guys. Wat een Mongolen! Oh my god, wat een debielen zijn het ook, jongen. Wauw. Nou. Hebben ze hier nog wat leuks voor me achtergelaten? Ja, een hacking device. Nou, dank jullie wel, jongens. Jullie kunnen me niet meer horen, maar dank jullie wel. What the fuck? Kan ik hier ook in rijden? Dit karretje is veel mooier eigenlijk, als ik eerlijk ben. Oh, kunnen we dit ding openen, joh? Oh, wauw! Oh! Super zombie grenade. Kunnen we nu maken. Oké, okay, nice. Nou, die zijn in ieder geval dood. Zo slim waren ze, zoals je kan zien. Alleen nu moeten we de volgende quest gaan starten. En dat is find a main entrance for the mansion. Oftewel, de villa. Dus een stukje rijden. Dus gewoon naar de weg toe rijden, dan naar rechts en dan naar links. En dan zijn we er. Dus we zijn er ook zo. En dan kunnen we weer verder gaan met, sorry, waar we mee bezig zijn. En mee bezig waren. Heb ik ze helemaal geholpen om een fucking retard trein te maken. Fucking retards. Maar ja. Ze zijn in ieder geval dood gegaan, terwijl ze het leuk vonden. Dus lekker laten gaan. Heb ik ook gelast van meer van ze. En ik heb ze nog geholpen ook. Even kijken, als de weg naar links gaat, moet ik ook naar links. Dit loopt... Dit zit één grote wegversperring. Ik ga er even omheen als je het niet erg vindt. Oh, dat is een boom, Jan.
Ik ga er even omheen, dank je. Als je het niet erg vindt. Ik moet hier naar links. Ja, en dan deze weg volgen. Sorry jongens. En dan zal meteen ergens naar rechts. Dat is het enige wat ik weet namelijk. Dat is het enige wat ik weet. Als ik naar rechts kom, moet ik naar rechts. En dan kom ik er hopelijk vanzelf. We zullen het zien. Want de weg gaat automatisch al naar rechts. We gaan nu al naar rechts. Ja, we gaan recht op ons doelwit af. Nice. Chill. Oh, kak water jongen. Ik knal geen door dat water ging naar links. Ik knal zo tegen die auto aan. Hé, hey, de ballen jongens. Ik ga jullie niet eens helpen namelijk. Jullie zoeken het helemaal lekker uit. Even kijken, nu ben ik de weg wel kwijt. Ik moest daarin, hè. Ja, ik moest daarin. Oké, dan gaan we terug. Ik moest deze weg nemen, maar we zijn er nu ook op. En kiekeboe, we zijn er. Chillings. Holy fucking titel, zit er helemaal vol. Jezus, zit er helemaal vol. Ik ga ze gewoon overrijden hoor. Oké, ik ben er klaar mee, we vermoorden ze. Oh, jij bent snel, jongen. Holy fuck, die te gek. Ik vind die had er zin in. Oké, nou, we zijn er. Ik had niet verwacht dat die hele villa vol was samen met zombies, maar blijkbaar was het dus wel het geval. Oké, let's go. De zombies zijn weg. En de deur staat voor ons open. Even rustig aan nu. Oh, er staat een dikke zombie voor de deur. Oh, auw, what the fuck. Ik heb mijn zo, dat was een collateral met één slag. Dat was een collateral, dat weet ik niet eens. We moeten deze venti vermoorden, jongens. Ik denk dat het handig is als ik granaat op zijn bakjes ga gooien. Hij komt daar naar me toe, hij komt daar naar me toe. Heeft hij allemaal op zijn rug zitten, joh? Oh, oh, hij gaat een steen gooien. Wacht, ik maak even wat granaten voor hem. Ik maak even wat granaten voor hem. Dan kan ik hem even snel killen, namelijk. Want anders ben ik zo meteen weer allemaal wapens kwijt. Dus vandaar. Even kijken, hoor. Ja. Granaatjes. Oh ja, la la. Granaatjes. Oh la la la. Oh nee, blijf er nou in staan. Kom op. Jezus, jij hebt ook dik armen, gek. Zijn armen kan volgens mij ook niet kapot. Kom, kom, kom. Kom. Ik moet de wapens terugpakken. Oh, wat? Hij sloeg niet eens. Ik wil mijn wapens terug. Nou ja. Zo kan het ook. Dan maar zo hoor jongens. Wat fucking hell, die vent, die ga ik niet dood krijgen. Dus dan maar de ballen. Dan lopen we lekker langs. Doei. Toedeloes, toedeloes, toedeloes. Oké, we zijn nu bij de villa. Bij de mansion. En de deur die zal waarschijnlijk dicht zijn of niet. Hallo? Anybody home? Nee. Oké, dan ga ik een ingang zoeken, hè. Dan gaan we een ingang zoeken, jongens. Hier is nog een deur, die kan ik ook proberen. Nee, zit op slot. Alright. Kijk, hier zou ook nog wel een deur zitten, denk ik. Is
Is er nog een deur? Ja, hier is nog een deur. Deze zal ook wel dicht zijn, of niet? Ja, dan moet het denk ik via het dak naar boven, naar binnen. Sowieso via het dak naar boven, maar naar binnen... Wat is dit hier? Zo, hier beneden een ingang zitten, denk je? Oh, oh, oh my god. Fuck. Die had ik niet zien aankomen. Die had ik niet zien aankomen, kan ik je zeggen. Er zit hier blijkbaar geen ingang. Misschien wel helemaal in het water. Nee. Ja, dan moeten we terug naar boven, jongens. Dan moeten wij terug naar boven. Want hier zit geen ingang. Oké, terug naar boven. Want hier kunnen we niet verder. Whee! Oké, dan gaan we terug naar boven. Dus hier zit geen ingang namelijk. Ik weet alleen hoe ik nu terug naar boven ga. Kan je daar opkomen? Oh, zo komen we terug naar boven. Oké, chill, we zijn weer boven. Hier is dus geen ingang. Ik ga daar niet op staan, want dat gaat sowieso kapot. Ik denk dat ik ergens via het dak of via een raam of zo naar binnen moet. Maar we zullen het uit gaan zoeken, jongens. Waar de ingang zit, via schoorsteen kunnen we niet. Ik heb op dit moment ook geen flauw idee. Er staat ook nergens een raam open namelijk. Helemaal nergens staat een raam open. Deze deur, dit doen ze niet open. Oh. Die deur zit op slot. Ik denk toch echt dat we via hier naar binnen moeten. Maar als ik hier op ga staan, ik zweer ik zak hier doorheen. Sowieso. Zit er hier niet iets? Oh, wat zit hier? Hey, we hebben de ingang gevonden, jongens. Maar voor we naar binnen gaan... Ga ik hier bij deze aflevering wel afsluiten. Ik hoop dat jullie natuurlijk hebben genoten van deze aflevering. We hebben de ingang in ieder geval gevonden. Dus dat is wel op de plek waar we oorspronkelijk waren. Maar ja, ik had het nog niet gezien. Maar ja, ik hoop dat jullie hebben genoten. Vergeet de video natuurlijk niet te liken voor meer. We zijn morgen meteen weer terug met een nieuwe Dying Light aflevering. Dus thanks for watching. En hopelijk ook weer tot morgen. Bye bye mensen.